vrienden, ik heb steeds het idee dat ze het gewoon om doen, die gasten. Ja, en dan heb ik het over die, zeg maar, die schimmelpennik, de schimmel. En dan heb ik het over die Dolf Jansen. En ik heb het over die grote die D66. En dan denk ik, die gasten die doen het er gewoon om. Zou dat nou zo zijn? Ja of nee? Want het lijkt wel een soort, ik weet niet, net, het is een hobby van hun. Ja, dat kan bijna niet anders, toch? Ja, wat ze steeds doen is, zij zijn er heel goed in om iedereen maar weer hop, hoog die gordijnen in te jagen en hoep, bovenop die kast te krijgen. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Even daarna, dan hoor je ze niet meer. Dan denk je, nou, het is even rustig. En dan, voep, en dan zijn ze er weer. En dan, hup, iedereen op die social media, die gaat tekeer. En het wordt zo'n Dolf Jansen. Die volgens mij heeft je aandelen in Twitter. Want die doet de hele dag niet anders dan mensen boos maken. Want het zijn natuurlijk allemaal een beetje van die klimaatkneuzen. Dus die gasten beginnen steeds maar weer over klimaat en vliegen en dit en dat en stikstof en zoek het uit. En dan, hup, er vliegt de hele boel. Die vliegt weer die heg in. En ik denk dan bij mezelf, die gasten die doen dat gewoon bewust. Die doen het gewoon met opzet. Ja, of zou het per ongeluk zijn? Nou, ik heb één ding besloten. Beste vrienden, wat betreft de schimmel en die tjeerd en die dolf. Ik laat me niet meer gek maken. Nee, ik ga niet meer wat de meesten doen, hè. Die gaan allemaal happen. Hup, hap, vol erin. Ja. En die gasten die zitten maar bij die vijver met die hengel en woe, die hele molen. Woe, die is bijna helemaal leeg. En dat komt dat ze allemaal, wij zitten allemaal zo in dat haakie. Ja, en ik heb besloten dat ik ga het haakje niet meer. Ik ga niet meer in dat haakje. Ik ga niet meer in dat haakje, vrienden. Nee, want dat doet veel te zeer in die lip. En ik zou tegen jullie willen zeggen: doe het ook niet meer.